Unboxing! Hebben we gekozen voor zwart. En het is de bedoeling dat hij hier gaat komen. Wow! Dan moeten we nog even. Gek, hè, dat je hier zo vrolijk van kan worden. Ja, ik vind het oprecht ook een van de mooiste sets die ik tegenkwam. Ja, ik zou het een slimme toilet moeten zijn. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, ik ben Tatties. Welkom bij een nieuwe video. Goedemorgen. We beginnen deze video met een unboxing. Unboxing, lang geleden. Lang geleden, maar we hebben er heel veel zin in. Ja, want we hebben super leuke dingen binnen van sanitairkamer.nl. Ja. En dat gaat echt ons badkamer en wc afmaken. Helemaal afmaken, ja. Ja, we hebben er super veel zin in. Het is een eigen grootste merk en die wordt telkens vernieuwd. En wat het leuke daaraan is, is dat ze ook eigenlijk elk item kan in een bepaalde kleur worden geleverd. Ja, waardoor die trendy kleuren van nu, hè? Dat geborsteld goud en dat koper en zilver en mat zwart, geloof ik. Ja, maar je kan dus van industrieel naar landelijk. Dus het past eigenlijk in elke badkamer. En voor onze badkamer hebben we gekozen voor geborsteld goud. En voor in de badkamer geborsteld koper. Ik zei overigens net in de badkamer geborsteld koper, maar ik zei twee keer badkamer, dan kan dit niet. Ik bedoel, we hebben één hele mooie badkamer en een hele mooie wc. En in de wc gaan we geborsteld koper doen. Ja. Maar we switchen dus ook tussen zwart en goud en wit. Dat zijn allemaal kleuren die in onze badkamer kunnen natuurlijk. Hey. En voor de handdoekenrek hebben we gekozen voor zwart. En het is de bedoeling dat hij hier gaat komen. Welke ga ik eerst even maken? Ja, doe maar die gewoon. Dank u. Kun je ons helpen, Jesse Silver? Ja. Ja, voorzichtig hè. Dit is de handdoekenrek. Die wilde ik heel graag. Ik heb daar de handdoekjes al klaargelegd. Weet je wat hier? Mooi strak. Weet je wat het is? Nou. Wauw. Wat heet dit? Hoe heet dit? Heel gaaf. Kijk. Weet je waar ik heel blij mee ben dat hij ook zo groot is? Heel chill. Ja, dit kan gewoon fantastisch staan. En het coole is dat het dus ook weer samen kan met ons wastafel. He, het staat gewoon precies tegenover elkaar. Ja. Weet je waar ik nou naar zat te denken? Nou? Om hem te kitten in plaats van te boren. Maar geen montagekit, maar gewoon een transparant siliconenkit. Oké. Okay. Dan doe ik hier een dingetje en daaronder en dan zet ik hem gewoon vast. We moeten hem misschien even vasthouden. Maar dan hoef ik niet te boren. Kijk, en dan is dit de bedoeling. Hey, mama, weet jij al wat hierin zit? Nee, weet jij het al? Nee, weet ik niet. Nee. Kijk. Nou, 2 en 4, hè, had ik gezegd. Voor tegel. Ja, hè? Ja. Dit is ook wel vier hoogte zo, hè? Dit is helemaal prima. Dit is echt super. Oh, dit is echt, ja, dit maakt het gewoon af. Ik leg het al hier. Goed zo, trekken. Oh, ja. Hoppakee. Ja, dat vind jij leuk, hè? Kijk, zelfs voor Jesse Silver hebben ze iets leuks. Even kijken, hè? Neem het maar mee naar je kamer. We beginnen met de reserve volhouden. In het geborsteld. Dit is die zeg maar. De geborsteld goud. Dus die is voor in onze badkamer. Nice.
Weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat het gewoon allemaal zo, elegant is. Zo. Ja, minimalistisch. Ja, ja kijk hoe mooi. Zwak, ja. Het zit niet zo'n grove ding allemaal. Nee, precies. Dus die gaat aan de muur, rechtop. En ja, die gaat daar komen. Dan moeten we nog eventjes... Dan moeten we nog eventjes kijken aan welke kant. Denk. Ja, kijk, hieronder zit het niet in de weg. Dit is een knokkeloze ruimte. Ja. Maar wil je dan hier en dit en de toiletborstel? Dan is, zeg je dan een van die twee daar. Nou, dat bekijken we nog wel even. Ja, misschien is het wel ruimte om het gewoon bij elkaar te doen. Nee, want als je natuurlijk toiletborstel hebt gebruikt en je gaat langs het toilet rollen, dan worden de rollen nat. Ja, dat is niet zo'n goed idee. Dat is niet zo'n goed idee. Even kijken. Daar zijn we ook heel blij mee. Met de vloerenwisser? Ja. Ik wist het gelijk. Die komt naast de handdoekenrek. Die komt naast het handdoekenrek. Ja! Dat wil ik zo wel helpen. Kijk eens hoe mooi. Kan je hier mee slaan? Nee, daar kan je niet mee slaan. Zeker niet. Kijk nou hoe chic gewoon. Ja, ik hou er ook van. Echt gewoon dun. Weet je, waarom moet zoiets als een vloerenwisser er lelijk uitzien? Toch? Als je het dan toch nodig hebt, waarom dan niet een mooie? Oh, ga maar helpen. Ga je die erop draaien? Voorzichtig, hè? Goed zo. Wauw. En wat ook top is, zien we net, dat er eigenlijk gewoon zuignapjes bij zitten. Om hem op te hangen, dus dan hoeven we ook niet te boren. Nee, het is geen zuignapje, het is een plakker. Ik weet wel hoe je hem daar moet opzetten. Ja. Oh, gewoon om te plakken? Ik denk het wel, want er zit geen zuignapje aan. Ja. Ik denk dat hij, ja. Zit Dus dat is ook gewoon mooi werk. Zie je bijna. Nee. Mama. Zo, we hebben Jessie even een rappie gegeven. We hebben even een minuutje, schat. Ja. Gek, hè, dat je hier zo vrolijk van kan worden. Nou, gewoon ja. Gewoon die kleine dingetjes, daar word ik even vrolijk van. De rolgouder. Geborsteld goud. Met messing. Was gewoon perfect. Kijk, ook weer zo chic. Super nice. Dus die gaat dan weer komen. Ja. Of zo. Ja, dat is toch gewoon super mooi. Kijk, en dat past ook weer hier mooi bij. Ja. Helemaal top. Kijk, iets verder. Onder de knop, denk ik. Ja, dan moeten we even uitproberen als we zitten. Ja. Kijken wat handig is. Maar inderdaad wel slim dat je hem omdraaide. Want je trekt het papier zeg maar naar je toe en als je het zo doet trek je de rollen eerder af en zo niet. Super slim. Dit is goed. Dit is een goede. Dit is een goede. Even. Ja. Ja. Mooi. Next. Ja, next. Handdoekhaak. Oh. Nou, dat is ook wat. Daar zal ik er straks naar aan te denken. Ja, dat is. Maar het fijne is dat dus de wc-rollenhouder, de wc-borstel en handdoekenhaak, als ik het goed zeg, zitten allemaal in één set. Oh, dat is dus de ja, dus die kan je ook in één set. We zullen trouwens van elk artikel wat we hebben in de beschrijving de link zetten. Dus als je die precies wil, kan je die nemen, maar je kan natuurlijk ook verder op de site kijken. Kijk toch, wat schattig. Mooi handdoekhaakje. Heel mooi. Kijk, en die zouden we dan eventueel kunnen zeggen, we doen hem aan de... Ja. Hè, aan deze kant. Ja, ik zou hem niet aan die... Ja. Aan deze kant, dan kunnen we er ook nog basis in bad zitten. Ja. Ik heb nog wel mijn gedachte was gelijk, dan kan Jessie er ook bij als die in bad zit. Ja, maar hij kan overal bij waar hij, hè?
En op zich, als ik in bad zit, soms wil ik mijn telefoon pakken, maar zijn mijn handen nat. Dan is het toch fijn dat er een klein handdoekje in de buurt zit om even snel af te drogen. Mm-hmm. Ja. Mooi. Nou, en als het goed is, hebben we dan voor deze kamer ook nog een wc-borstel. En ook die is om op te halen. Ja, dat was ook wel even mijn harde wensen. Eigenlijk voor zoveel mogelijk in het hele huis. Ik wil zoveel mogelijk zwevend hebben. Ja, dus dan kan je hem ook gewoon onder makkelijk schoonmaken, ja. Zonder dat je alles hoeft op te tillen. Stofzuigen, dweilen, dat soort dingen. Dus... Oh ja. Ook weer een mooi dun staafje. Ja, ik vind het oprecht ook een van de mooiste sets die ik tegenkwam. Ja. Zo. Zo. En dan kan die. En dat we deze gewoon even gaan deze kant doen. Wat is er? Je hebt een vosse staart. Een vosse staart? Okay. Ja, maar ik denk dat het daar heel mooi is. Ja. Ja, denk ik ook, ja. Heel blij mee. Kijk, we kunnen hem ook neerzetten. Aan de andere kant, ja. Maar even kijken. Het is gewoon een mooie wc-borstel. Het is dan niet eentje die je hoeft te verstoppen, zeg maar. Nee, dat is waar. Ja, dat is een beetje de afweging wat je dan maakt. Wat wil je liever zien? De wc-borstel of de reserve toiletrollen? Ja, dan denk je in dit geval toch de wc-borstel inderdaad. Ja. Ja. Dan hoop ik wel dat we alles een beetje bij elkaar hebben. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Dat kom jij wel uit, hè? Ja. Oké. Nu is de rest, is, als het goed is, koper. 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 Zullen we daarvoor even naar de wc verhuizen? Ja. Oké. Go. Welkom in ons toilet. Strike a pose. Strakke pose, strakke pose. En het is heel zonde, want we hebben dus hier onze wc-rol zo op onze wastafel staan. Ja. Het grappige is dat deze wastafel ook al van sanitaire kamer is. Ja. Met alles erop en eraan. En we hebben dus accessoires gekozen die daarbij aansluiten. Zodat het weer één mooi geheel is, want het is natuurlijk voor de rest al druk genoeg en speciaal. Dus we beginnen eventjes. Met de Sunclear Academy toiletborstel. Zou het een slimme toiletborstel zijn? Ja, het is gewoon... Super gaaf. Perfect gewoon. Maar dat was dan ook dezelfde lijn, toch? Ja, het is dezelfde lijn. Ja, Sunclear. Ja, ik vind gewoon echt dat ze hele mooie spullen hebben. Inderdaad, wat je zegt, gewoon elegant. En ook gewoon een normale prijs. Ja, nou ja, zo, dat dus. Af en toe kom je dingen tegen en je denkt van, hoe durf je te vragen? Precies, echt gewoon elegant, goede prijs. Ja, mooie spullen. Ja, dus dan moeten we even kijken of we deze hier bijvoorbeeld willen. Of we kunnen hem ook aan deze muur doen. Ja. Dat je hem zo doet. Of zo. Nee, sowieso, maar... ja. Dit kan ook best wel heel goed, hoor. Hier ben ik ook blij mee. Het handdoekhaakje. Want telkens als we de handen wassen, dan hebben we geen handdoek. Maar niks. Dus echt gewoon onhandig. Ja. Dus ja. Dat past er gewoon. Die kleurenstellingen zijn ook gewoon super nice. Ja, toch? Echt heel gaaf. Last but not least. Nee. Bijna, nog twee. Bijna last. En dan hebben we ook hier natuurlijk weer. Ena last but not least. De rondenhouder.
geeft echt gewoon zo'n voldaan gevoel, hè? Dat je gewoon weet... Gewoon die kleine dingen, ja. Gewoon die het afmaken, dat je er gewoon blij mee kan zijn. Een hondenhouder, of hier. Kunnen we hier doen, of ja. Hier ook weer. Ik weet het niet. Maar ik zou ze wel allebei hetzelfde doen, dus of op de blauwe wand of op het marmer. Ik denk dat ik ga voor de blauwe wand. Oké. Okay. Ik wist niet dat jij de keuze ging maken. Ik ben de styler, jij bent de mini man. Alright, Angela. Alright, Dick. Nee, Angel was het toch? Dick en Angel. Ja, ze heet eigenlijk Angela. Oh wel, oké. Okay. Ja. En als laatste de toiletrolhouder. Ja. Die kunnen we dan mooi op hoogte doen. Even kijken of hij werkt. Oh, hij doet het! Hij doet het! Ja. Zeg, was dat voor lach? Ja. Goeie afstand ook dit. Dat je gewoon normaal dan moet je hier klein pakken. Ja, maar ik denk nog een klein beetje verder. Ja. Hier? Ja. Ja, ik ben er echt super blij mee dat alles gewoon zo mooi past. Dus, nou handyman, it's up to you. Aan de slag. We zitten even te chillen op ons toilet. Mootje is er ook even bij komen zitten, even kijken hoe het aanvoelt. Ja, helemaal feng shui. Hij is helemaal rustig. Ja. Dit is het einde van de unboxing. Ja, hopelijk vonden jullie dit leuk. Ja, en de volgende vlog gaan jullie zien dat we het allemaal opgehangen hebben. En dat de badkamer en de toilet gewoon klaar zijn. Ja, we zijn ook heel benieuwd wat jullie van de spulletjes vinden. Ja. Dus doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Ciao. Ciao.